Garcia Paraxin is vanmiddag beëdigd tot procureur-generaal bij het Hof van Justitie. Zij heeft voor ruim 2 jaar waargenomen in deze functie. Volgens president Chandrika Prasad Santokhi is door op deze zorgvuldige wijze te handelen voorkomen dat puur politieke motieven en overwegingen zouden gelden om de benoeming tot stand te brengen. Het staatshoofd onderstreept dat Paraxin's lange staat van dienst in beschouwing is genomen. En vormt een niet te verwaarlozen conditie om vertrouwen in te hebben dat zij op professionele wijze de functie in alle onafhankelijkheid zal uitdragen. Als hoofd van het vervolgingsapparaat zal zij sturing moeten geven aan een gedegen vervolgingsbeleid ter beteugeling van alle vormen van criminaliteit, inclusief de georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit. Er is enige tijd in het oogspringende overlast van criminaliteit als ook berovingen zal drastisch aangepakt moeten worden en zullen de nodige instructies moeten worden gegeven aan de opsporingsdiensten. De regering zal voor deze immense taak de nodige middelen en menskracht beschikbaar stellen. De regering heeft sinds haar aantreden getracht om in overleg met de autoriteiten binnen de rechterlijke macht enige verlichting te brengen op het stuk van de versterking van de rechterlijke macht. Het staatshof gaf de PG mee dat zij leiding geeft aan de justitiële politie en ervoor zal moeten zorgen dat de integriteit van haar werkarmen opgepoetst moet worden. Processen die reeds in gang zijn gezet voor werving en selectie van kandidaten voor de opleiding tot vervolgingsambtenaar zullen met de nodige voortvarendheid gecontinueerd moeten worden. Om zo uiteindelijk te resulteren in vergroting van het aantal vervolgingsambtenaren. Ook de huidige middelenvoorziening dient gecontinueerd te worden. En binnen dat kader is het traject van de financiële verzelfstandiging van de rechterlijke macht reeds ingezet. En komt zij nu als apart staatsorgaan op de begroting voor. In het verlengde hiervan is met inachtneming van de comptabiliteitswet ook de nadere uitwerking van over de uitvoering van de begroting van de rechterlijke macht bij resolutie vastgesteld. Ondertussen is een commissie binnen de rechterlijke macht doende om ook de personele verzelfstandiging bij de zittende en staande magistratuur ter hand te nemen, waarbij zaken bij wet vastgesteld zullen worden. Naast de officiële benoeming van Garcia Paraxin tot procureur-generaal zijn Erik Rutsch en Cynthia Klein vandaag ook beëdigd als respectievelijk lid en plaatsvervangend lid bij het Hof van Justitie. De regering heeft ook kort na haar aantreden 15 waarnemend substituut officieren van justitie beëdigd.